hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag. Ik ben eigenlijk al een tijdje wakker. Ik heb al ontbeten. Ik heb zelfs gesport op mijn fiets vandaag thuis. Daar ben ik heel trots op. Dat ga ik echt even aanhouden. Want het is de enige beweging die ik tot nu toe krijg. Gisteren is het bekendgemaakt dat wij tot juni thuis zitten in quarantaine. En het heeft me eigenlijk best wel een beetje angstig gemaakt. Want ik merk ook echt dat ik veel slechter heb geslapen. Ik denk dat ik dan heel veel in de nacht heb lopen piekeren en nadenken. En het is allemaal wat heftiger dan ik had verwacht. Ik heb vandaag besloten om gewoon uit huis te gaan. En nu denk je, spannend. Nou, zo spannend is het niet. Ik ga gewoon letterlijk in mijn auto stappen. Ik ga gewoon rondjes rijden zonder eindbestemming. Mijn raampje lekker omlaag. Ik heb koffie mee in mijn auto. Ik ga gewoon lekker chillen. Muziek hard opdoen. Nesme gaat zo naar kantoor, maar ik had niks te doen op kantoor. Dus ik dacht, ik ga ook niet mee. Ik heb niks om te editen of op te nemen. Dus ik ga gewoon even zen worden in mijn auto. Ik hou gewoon van autorijden. Trouwens, ik had laatst een Ritual product besteld. Ik dit er gratis bij van Rituals. Zo'n mini productje. En dit is dus een handmasker. En hij is echt ideaal voor nu in deze tijden. Want mijn handen zijn echt zo fucking droog. Echt abnormaal. En dit helpt echt heel erg goed. Ik heb ook, even kijken. Ik heb ook dit mee. Mocht ik de lift per ongeluk aanraken of zo, dan ga ik het gelijk hiermee schoonmaken. Ik ben net thuis. Ik heb heel snel mijn handen gewassen. En ik moet nu deze rommel even opruimen. Dit is gewoon letterlijk allemaal van de ochtend veroorzaakt toen we eieren gingen bakken. Alleen maar door eieren bakken krijgen wij dit. Dat kan toch niet? Dus laten we het even doen. Dat is de before. Lekkere schone keuken. Ik ga nu snel beginnen met koken. Zo, ik ga tomatenrijst maken. En daarvoor heb je nodig tomaatjes. Dan denk ik een halve ui gebruiken. En champignons. Ik heb alles gesneden. En als eerst gaan we de uitjes bakken. Himalaya-zout, zwarte peper. Ik heb er water bij gedaan, kookwater. En ik heb het even op een laag vuurtje gezet. En nu doe ik er tomatensaus bij. Als groente ga ik er nog bloemkool bij maken. Deze had ik toevallig gevonden in de koelkast, dus niet meer dat die had. Ik ga deze even schoonmaken en wassen en dan in stukjes snijden. Zo, alle bloemkool heel snel gesneden. Niet in heel mooie reepjes, maar goed. Als laatst, en ik heb het nog nooit gekocht, maar ik had het laatst bij de Jumbo gehaald, ga ik even zeebaars bakken. Echt nog nooit gehaald, ben hier heel benieuwd naar. Oh wauw, dat had ik helemaal niet verwacht. Het zijn echt twee grote stukken. Ik bak vis eigenlijk nooit, maar ik wil vandaag toch even bakken. Niet heel vettig zeg maar gewoon een beetje in olijfolie. Zo, de vis is klaar. Een beetje uit elkaar gevallen, maar goed. Het rijst is klaar. Ik ben klaar met koken. Ik ga nu even bakjes maken en dan kan ik het meenemen naar kantoor. Maar voordat ik dat ga doen, want ik heb een beetje vis gebakken en dat stinkt enorm, ga ik even wierook aandoen. Zo, even wierook aan, zodat de geur een beetje weggaat, want het ruikt echt niet lekker, man. Dus ik ben klaar met koken. Ik ga even heel snel douchen. Alleen mijn lichaam. En even een andere trui aandoen. Want volgens mij is het echt heel erg vies nu. Want ik kan natuurlijk vissen pakken.
En dan ga ik lekker fris en al naar het kantoor toe. Oh, ik ben net klaar met douchen. Ik heb even een andere truitje aangedaan. En ik ga dit parkmodel doen. Ik mis nog een ketting of zo. Ik ben echt nog steeds zo happy met deze ketting. Want ik heb hem echt nog letterlijk bij niemand gezien die ik ken. Wel online, niemand die ik ken. Ik heb mijn haar ook even veel strakker gedaan. Ik ga even mijn schoenen aandoen. Je hebt wel lekker gegeten dus. Ja, ik heb wel lekker gegeten. Oh. Maar wel alleen, hè? Dat is niet leuk, alleen zijn. En wanneer ben je er? Ik ben toch het liefst met jou samen, hè, Mimi? Nee, maar hoe laat ben je hier? Ik ben er zo. Ik ben nog 3,5 kilometer. Oké. Maar het is allemaal. Doei. De office. Wij hebben lekker eten. Oh, ik kan niet wachten. Ik heb zelf nog niet eens mijn eigen eten geproefd. Oh, yes. Ben benieuwd. Er zitten wel champignonjes in. Als ja, je dat die zeg wil, ik al op Instagram. Mijn... ja, dat vind je niet leuk, hè? Ja. Mij kan wel. Ja. Dat is zeer baars. Ja, best wel lekker, echt maar zeggen. Ja. Dat is die ene merk van Jumbo. Oh. Ik vond die ook echt wel goed eruit zien in de verpakking. Wist je dat? Ja. Dat was echt zo'n grote vis. Diep. Vriesvis, toch? Mm-hmm. Ja. Man. Hoi. Hoi, ik ga helemaal stuk. Wat is er? Dus er moet een monteur langskomen hier in ons kantoor. Hij is gek. Hij zegt dus maar... even op het internet, zeg maar, hier. Goed te... Hoe zeg je dat? Goed te... Ja, gewoon monteren, zeg maar. Zegt hij? Ja, degene die dat moet doen, die heeft momenteel koorts. Maar misschien kan hij morgen komen. Nee, blijf thuis. Ik wil geen internet meer. What the fuck? Je bent gek. Dus ik zeg zo, heb je geen andere persoon die langs kan komen? Ja, alsof het hele bedrijf maar één persoon heeft die dit kan doen. Kom op, man. Oh man, wat een tijd leven we in. Echt waar. Echt kut. Eet was lekker, man. Ja, alles gelukkig. Jullie. Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. Oh, ik slaap echt zo slecht afgelopen dagen. En zie me ook. Ik ben heel erg verkouden wakker geworden. Maar dat heb ik eigenlijk altijd. Rond deze tijd van het jaar dat ik echt zo verkouden wakker word. En dan in de loop van de dag is het gewoon veel beter. Maar ja, daar moet je nu wel even mee oppassen. Ik heb soms dus ook een beetje zo'n nies aanvallen. Dat heb ik altijd een beetje gehad. Maar laatst was ik in de supermarkt. Toen moest ik opeens niezen. Ja, in mijn elleboog natuurlijk. En toen waren de twee meisjes om me heen echt zo hard geschrokken. Die liepen echt keihard van me weg. Dat snap ik ook wel, maar ik heb het dus echt altijd. Ik ga even rustig aan mijn dag starten. En dan ga ik even sporten, denk ik. Dat jullie daarna even zien wat ik heb besteld. Want ja, als je thuis bent, dan bestel je wat meer, merk ik gelijk. Ik heb wel andere soort dingen besteld dan normaal. En die laat ik even zo zien. Even een koffietje zetten. Handschoenen van de zin waren op, dus hij heeft nu deze gekocht. Die is volgens mij 101. Trouwens nog iets. Nessie moet soms toch een mondkapje op en dan handschoenen aan. En zeggen heel veel mensen onder zijn foto's van ja, je kon beter die mondkapjes aan een ziekenhuis doneren. Maar dat is dus helemaal niet waar. Dat moet hij ook echt absoluut niet doen. Want die van hem zijn heel slecht. Hij heeft ze gewoon bij de Hornbach gekocht. En ik zei al tegen hem dat ze dus absoluut niet werken. Maar die jongen wil het niet geloven. Dus hij heeft ze gewoon op. Maar dus die moeten we absoluut niet aan het ziekenhuis doneren. Want dat gaat daar niet goed komen. Lekker gedoucht en ik kom erachter dat ik gisteren gewoon mijn mascara er niet heb afgehaald. Want het is helemaal gelekt rondom mijn ogen. Oh my god, dat gebeurt me echt bijna nooit, jongens. Dit is mijn smokkelen mafia aan het kijken. Ik ga even lekker mijn gezicht reinigen en insmeren met olie. Want ik heb een nieuwe olie gekocht van Rituals die ik echt heel erg chill vind. Die heb ik eerder gehad. En mijn huid werd er echt beter van. Dat is deze olie. Kijk, ik heb het dus over deze olie van Rituals. En de skincare is helemaal natural. Ik vind deze echt zo fijn. Echt niet normaal. Mijn gezicht is schoon. Oh, heerlijk.
next doe ik een dagcreme op met SPF. Ook al kom ik amper buiten. Ik gebruik altijd sowieso een dagcreme met SPF. Dan doe ik deze lip conditioner op van MAC. Ik wil vandaag geen make-up op, maar ik ga dit wel opdoen. Ik wil niet focussen, maar dat is de Kimmy Brow van Benefit. Een wenkbrauw gel. Heel wilde wenkbrauwen. Ik wil zien dat niet altijd op camera. Doe ik dit op en dan ben ik eigenlijk klaar voor vandaag. Ik voel me nu al dus veel beter dan vanochtend. Ik stond toch echt heel erg snotterig en verkouden op, maar ik heb het dus echt absoluut niet meer. Dus dat is bij mij altijd al zo geweest. Ik echt zo heel erg verkouden wakker word. En dan later op de dag heb ik echt gewoon nergens meer last van. Goed, ik heb jullie ook verteld dat ik heel erg aan het shoppen ben en zo. En dat ik echt andere soort dingen koop dan normaal. Normaal gesproken zou ik echt allemaal nieuwe kleren en zo halen. Want het is nu lente. Maar ik heb gewoon letterlijk huiskleding gekocht. Pyjama's, loungekleding. Zo, even op de grond zitten met de coronagekte nu en zo. Krijg je dus bijna bij alle bedrijven tegenwoordig gratis verzending. Dus dat heb ik hier ook gekregen. Dus ik heb ook best wel veel kortingscodes voorbij zien komen. Ik heb bijvoorbeeld een kortingscode gekregen waarbij ik 4 euro korting kreeg. Nou, hoe? Het scheelde wel. En uiteindelijk heb ik best wel leuke dingetjes gescoord voor ongeveer 80 euro of zo. Als eerst heb ik een nieuwe linnen badjas. Ik heb nog nooit een linnen badjas gehad. Maar in Bali had ik er dus één aangedaan van het hotel. En ik vond die echt zo chill dat ik even voor mezelf ook een linnen badjas heb gehaald. Guys, ik heb hem aangedaan. Hij zit echt zo erg chill. Veel fijner dan een normale badjas. Vooral nu het wat warmer wordt buiten. Voor de rest heb ik, volgens mij is het een pyjama. Een nieuwe pyjama. Een nieuw lounge setje slash pyjama gekocht. En ik vond deze kleur echt zo leuk. Dit is de bovenkant. Ik vind deze kleur vooral heel mooi. Het is heel simpel van onder. Ja, ik ben hier echt heel blij mee. Dan hebben we hier, volgens mij heb ik van die losse truitjes besteld die ik als pyjama ga gebruiken. Een lekkere dunne trui, maatje S. Nog een dunne trui, ook een maatje S. Ik vond deze kleur vooral heel erg leuk. Met die strepen erop, die wil ik echt hebben. Dan heb ik nog een pyjama. Deze vond ik echt heel erg cute. Dat is een pyjama met stippen. Afgesproken haal ik trouwens altijd mijn pyjama's bij de Primark. Maar daar ga ik nu dus niet mee heen. Dit is de bovenkant. Zo'n soort van blouseje. Oh, ik vind deze echt heel cute. En dit is de onderkant. God, je begint echt die quarantaineschade te zien bij mij. Ik heb echt veel groei bij mijn wenkbrauwen. Ik ga mijn wenkbrauw epileren.